Het is 2023 en ik heb het van tevoren, althans ik heb het vorig jaar, dat klinkt altijd heel ver, al aangegeven dat we nog één keer een beetje zouden terugblikken op 2022. En voor de rest gaan we gewoon lekker vooruitblikken de komende weken op alles wat er gaat komen, alles wat we gaan doen, al die games die gaan uitkomen. Maar we wilden nog even een keer terugkijken, ook gewoon op alles wat we gemaakt hebben, productiewijs, waar we tegenaan hebben gelopen, de nieuwe ontwikkelingen, de oude ontwikkelingen en waar we een beetje naartoe gaan. En dat doe ik samen met Jelle, want die is natuurlijk chef productie. En Joey die anti-chef productie is. Hoezo, anti... De Antichrist. Als ik Christ ben, dan ben jij de Antichrist of andersom. Wacht even hoor. Over de productie gesproken. Gebeurt er nu iets heel raars in mijn oor? Of is dit een productioneel dingetje? Regie, wait, het staat nog aan, de mic. Yes, thanks. Of opnieuw? Nee, het is een edit item, dus dat hoeft niet. Als ik de Antichrist... Als ik Christ ben, ben jij de Antichrist of andersom. Want altijd als ik iets wil, dan wil jij het andersom. En als wanneer jij iets wil, dan wil ik het andersom. Jij bent de patcher. Zeker, ik ben de duct tape, ik ben MacGyver. Ja, en ik weet niet wie ik dan ben, maar... Ja, weet ik niet. Dat. Qua productie gaat Jelle dieper, want Jelle is ook met de techniek, met de gear bezig. Jij bent meer bezig met... Zeiken op die techniek. Het product wat uit die gear komt en dan vervolgens zeiken op de techniek. Vorige week nog zelf eigenhandig een camera wezen halen en de hele mikmak. Nee, dat is waar. Ik ben omdat jij niet mijn manier wilde doen, namelijk opnemen met een Zoom. Ja. Nee. Ja, jij wilde drie mics die uiteindelijk stoorden. Dus ja. Zo zijn wij daar altijd stoor ik me dan weer aan. Aan de touw trekken aan hoe we technisch dingen doen. Ik heb in ieder geval alle comments doorgenomen van al die eindejaarsinterviews. Hartstikke tof. Er zaten heel veel leuke tips ook bij. Wat mensen wel leuk vinden, wat mensen niet leuk vinden. Hoe ze ons content bekijken of beluisteren. Dus daar gaan we zeker de komende tijd ook over vergaderen met elkaar. Maar wat ook bleek is dat mensen vinden het leuk om... een beetje te weten hoe dingen hier nu gaan. Wat gebeurt er allemaal en hoe maken we het en waar lopen we tegenaan? Want dat er natuurlijk af en toe problemen zijn of dat dingen niet werken, dat is duidelijk. Maar daar zijn vaak verklaringen over. En ik dacht, het is leuk om daar wat meer inzage over te geven. Ik ga beginnen bij het begin en dat was 22 januari 2022. Dus 22-2022. Was dat het begin? Toen zijn we namelijk verhuisd. Ah, tuurlijk. Ik dacht namelijk al dat het langer geleden was, maar dat is niet zo. In januari zijn we overgegaan vanuit een studio. Daar was de rek echt helemaal uit. Qua? Nou, in ieder geval qua ergonomie ik kan gezondheid. Met duct tape heel veel, hoor. Ja, dat is waar. Nee, maar een van de redenen was dat Blast Galaxy eigenlijk... weg moest. Dat moet nog steeds. Alleen dat hangt. Het is bij de rechtbank. En tot die tijd blijven... Blast Galaxy blijft gewoon bestaan. Of blijft daar zitten. En Boris terecht gaf aan... ja, maar dat is zo onzeker. Want opeens kan het zomaar het besluit vallen van de rechtbank van... oké, jullie moeten weg. En wij willen content blijven maken. Dus dat wil je niet. Dus vandaar de keuze om naar Diemen te gaan. Laatst ben ik er nog een keertje geweest. Boven. En toen was het ook inderdaad ijskoud. En er zat geen verwarming meer in het laatste half jaar. Dat was echt... Sowieso niet, dat hadden we niet. God, dat was het fucking koud. Of het was heel heet in de zomer. Heel heet in de zomer, inderdaad. En bij de gratie van de PC's die aanstonden in de winter... was het er nog wel eens wat warmer. Was het nog wel eens wat warmer. En omdat we op een gegeven moment wisten dat we weg zouden gaan... werd er ook niet meer gewerkt aan de techniek in Zaven. Bijvoorbeeld ook het internet. Ook daar hadden we vaak wel problemen mee. Daar kwam het vaak voor dat er volgens mij ook muizen af en toe gewoon de leiding doorknaagden. Ja, in ieder geval een hoop muizenkeutels toen we eenmaal dingen weg gingen zetten. Ja, er waren heel veel muizen daar. Ja, die liepen over de tafel op een gegeven moment. Amsterdam, dat, doe je niks aan. Nee, oud pand. Vind je het productioneel gezien, Jelle, ben je blij dat je nu hier zit? Of denk je, nou, Blast Galaxy had ook wel een paar perks, hoor. Nou, de perk daar was natuurlijk gewoon de gezelligheid beneden. Ja. Die mis ik hier wel. Maar dat is een beetje het grappige. Ik heb hier ook naar aanleiding van wat we van de zomer een keer hebben besproken... met Daan ook en met Koos en met de upper management, Boris en Ruben. Ja. Die hadden op een gegeven moment zoiets van... deze shit is outdated en crack. Mm-hmm.
En toen voelde ik me aangevallen. Ja, ja, ja. Omdat mij de laatste kijk, Blammo is op een gegeven moment... Blammo is best wel gekrompen een tijdje. We zitten weer in de lift, dus dat is heel nice. Maar op een gegeven moment hadden we en First Look... en we hadden nog een tv-programma... en er liepen gewoon 20 mensen over de vloer elke dag. Toen hebben we heel veel geïnvesteerd in nieuwe dingen. En sinds die tijd hoor ik daarna steeds meer van... het moet met minder geld en met minder mensen. Ja. Dus daar heb ik 10 jaar lang hard aan gewerkt... En als dan op een gegeven moment mensen zeggen van... maar deze shit is crack. Ja, maar dat heb je me verteld. Dat ik crack met crack... dat ik crack moest een soort van... produceren. Nou ja, niet crack moest produceren. Dus met weinig middelen hetzelfde moest je... doen of misschien nog wel meer doen. Want op een gegeven moment zijn we steeds meer content aan het maken. Dus ben ik blij dat ik nu hier zit in plaats van... Het maakt mij geen rol uit. Want ik ga gewoon met duct tape aan de slag. En niemand ziet dat we in een crack studio zitten met muizen. Nee. Of hier... Waar het wel nieuw is. En sterker nog, je ziet hier nu allemaal een soort van... wij boven ons zien een hele opgeruimde, clean studio... met geen troep op de grond. Vorige 2 weken terug, toen we de kerststream... toen was het hier 1 grote bende. Maar je ziet het niet. Dus het maakt mij geen ene drol uit waar ik zit. En dat is een beetje de... wat mij is aangeleerd door GameKings in de afgelopen... of eigenlijk voordat ik ging freelancen... maar gewoon sinds dat ik er ben komen werken. En dat zit er bij mij nu zo erg in... dat ik niet meer dit soort van prefereer boven muizen en duct tape. Nee, want het is me geleerd. Ik vind namelijk dezelfde werkwijze interessant. Alleen als je, zeg maar, als je 10 jaar geleden met oude apparatuur iets vetters maakte dan toen met de meeste mensen met de nieuwste. Mijn gedachtegang is dezelfde. Maar stel je voor, als we diezelfde werkwijze op weer nieuwere producten toepassen, dan betekent dat er dus wel ineens een gigantische kwaliteitsslag wordt gemaakt. Je hebt al een goed punt dat mensen zien het niet, zagen het niet in die zin. Ik bedoel, het internetprobleem waar we hard mee bezig zijn, dat zagen mensen wel. Maar de content, die was altijd gewoon tof. Anders hadden we niet zoveel premium bazen gehad. Ik ben het met jou eens dat er zijn ook andere bedrijven die inderdaad qua tools vele malen meer en modernere en nieuwe en dure apparatuur hebben en nog steeds helemaal niks maken. Dat moet niet de reden zijn. Wat ik wel had, en dat is wel meer aan de productiekant, dat de laatste jaar, wat ik zeg van, voordat je kon opnemen, moest er eerst geductaped worden en dan was er ergens weer een kabeltje wat door. Ja. Dat is wel vervelend en dat is jij bent ermee bezig. Misschien is dat moment niet... Dan was het ook niet van... Dan moeten we wel even hier in ieder geval een nieuw kabeltje verkopen. Nee, we hebben dat kabeltje nog ergens. Ja, maar we hebben 1000 kabeltjes. Zo'n bak met 1000 kabeltjes... waarvan ook niet duidelijk was welke het wel en niet deden. En we gooiden het nooit weg, waardoor dat kapotte kabeltje weer in die kabelbak kwam en weer terug in het systeem werd. Misschien als we er ooit een duct tape op doen, dan werkt het wel weer. Dan heeft het even wat rust nodig. Ja, maar dat is inderdaad wat het is. En ik ben ergens ervan overtuigd dat ook met nieuwe tools en camera's en dit en dat in een opgeruimde studio. Ik persoonlijk ben van mening dat onze content daar niet van beter gaat worden. Dat denk ik. De content zelf niet, maar het geeft ons wel de mogelijkheid om efficiënter te werken en hopelijk minder... Ik denk niet dat met een opgeruimde studio en meer een betere techniek en dit en dat, dat het ineens pas, of dat het al om 3 uur afgelopen is met opnemen. Nee, dat duurt nog steeds tot 6 uur 's avonds. Zodra jij nog steeds weer iets nieuws blijft zien, wat er eigenlijk de vorige aflevering ook al had moeten zijn, want het is niet sinds het vorige uur is er niks veranderd. Maar toch krijgen wij het op de een of andere manier voor elkaar om ieder nieuw item weer camera's opnieuw in te stellen. Weer met het licht gaan prullen. Dat kan eigenlijk, zou dat niet, klopt dat niet, want het is altijd hetzelfde. Als ik hier met een witte t-shirt ga zitten, dan reflecteert dat meer. Dus moet ik of lichten gaan dimmen of camera's Wanneer gaan dimmen. Heb jij hier nou ooit in een wit t-shirt gezeten? Ik niet, maar iemand, mensen, die doen dat. En elke skate is bijvoorbeeld asgrauw. Wanneer ik een asgrauw iemand hier neerzet en die is net zo groen als de greenscreen, dan moet ik daar iets aan doen. Ik kon hier nu voor het eerst gewoon voorlangs lopen zonder dat ik de hele boel sloop, want ik sloop altijd alles. Dus precies een halve seconde eerder. De laatste weken heb ik wel echt, daar ben ik niet blij van. Waren we echt soms een uur of anderhalf uur omdat iets niet werkt. Maar goed, ik ben het wel met je eens. Het moet niet een must zijn. Ik moet altijd de nieuwste shit hebben, want het is stoer. Ik bedoel, het moet wel praktisch zijn. Maar het gaat niet om de nieuwste shit, het gaat om dat het werkt. Kijk, Ruben is keihard bezig geweest tijdens de kerst. Daarom waren we ook onder meer een week dicht. Waardoor we nu wel straks over 1-2 maanden de bankzetting gewoon hebben. Ook met licht en alles goed, kwaliteit. Kijk, dat zijn wel dingen
die mogelijkheden geven om content te maken. Het feit dat we naast Blammo, en dat is natuurlijk inderdaad ook niet Jelle's pakje aan, Jelle is hier voor GameKings, maar dat we bijvoorbeeld in de avonden andere projecten zouden kunnen doen. En wij vinden het leuk. Wij vinden het leuk om door een rat-infested studio te lopen. Dat is een beetje rock'n'roll. Maar voor andere mensen die hier projecten zouden willen doen, die vinden dat dan toch apart. Dus nou, dat heeft er ook een beetje mee te maken. In ieder geval, en dat vond ik leuk, heb ik even opgezocht. Met die Red Infested spullen hebben wij in totaal 547 items gemaakt vorig jaar. 547 items, dat is bij elkaar, heb ik even uitgerekend, 13.675 minuten. Ja. Hebben wij in elkaar 13.000 minuten? 13.665 minuten. Ja, minuten, inderdaad, ja. Maar hoeveel is dat dan, de 13.000 gedeeld door 60? Want dat is dan hoeveel uren dat is. Ik ga dat even uitreiken, want dat is heel veel. Maar daaronder staat hoeveel uur, toch? Nee, dat zijn streams. 13.000 gedeeld door 60. 216 uur. Nou, dat kan makkelijk. Ja, nee, dat zou best wel kunnen. Ik bedoel, maken gemiddeld zo'n 12 items per week gemiddeld. Van een uur? Nee, want je hebt ook de GK-journaals, die zijn alweer 10 minuten. Dus ik denk dat je gemiddeld zo 30, 35 minuten, nou, dat gaat maar uitrekenen. 140 streams, ook weer goed voor 10.500 minuten. Dus in totaal hebben we 24.150 minuten gemaakt. Dat is 402 uur aan content. Ja, ja. 402 uur aan content. En dat vond ik wel grappig, dat... Ja, dat is een discussie die wij de komende weken gaan hebben. Van maken we te veel, maken we te weinig? En dat veel mensen ook wel aangaf van ja, ik kijk ook helemaal niet alles. En sommige dingen zijn te lang. Ik vergelijk het ook altijd met concurrentie. Wat doen die allemaal? Nou, je hebt natuurlijk te maken met YouTube. Die dus wel best wel elke... Nou, niet elke dag een YouTube. Ja, sommige weer wel. Maar die video's zijn vaak veel korter dan wat wij maken. 10, ja. 15 minuten. Wij maken natuurlijk best wel lange lappen. Het gaat in het geval van YouTube vooral om consistentie. Dus het is belangrijk. Je kan ook één keer per week doen, maar dan wel op donderdag om 4 uur en hetzelfde type item. Want als dat de ene keer een video van 2 minuten is en de andere keer van 1 uur, dan werkt dat ook weer niet. Ja. Weet je, als het elke dinsdag... Wat heel vervelend is, die regels van YouTube. Nou ja, maar die regels had je, als je tv maakt, had je die regels natuurlijk ook. Dat je ook, je maakt het voor een bepaald tijdslot en een bepaalde tijdsduur. Dus ik vind dat dat is juist de perk van internet, is dat je niet aan die bullshit hoeft te voldoen. Ja, maar je hoeft het ook niet te doen, maar voor... Ja, voor doing well in the algorithm. Ja, maar that's annoying. Maar dat is natuurlijk, dat algoritme is er ook omdat dat voor een grote groep mensen werkt. Ja. Het is natuurlijk wel veel. Ik bedoel, ik had het er net met Joey even over. En ik zat zelf ook te denken tijdens de vakantie van, is er iets geweest waar ik 402 uur van mijn tijd aan besteed heb? Bepaalde videogames. Maar gewoon qua kijken. En misschien komt dan bijvoorbeeld de Ziggo-app, omdat ik vaak Barcelona kijk. Maar ik heb denk ik 30 wedstrijden gezien van 90 minuten. Dan kom ik volgens mij nog niet eens. Dat is 45 uur. Ja, dan kom ik nog niet eens in de buurt. Het is echt heel veel. Ja. Dus aan de ene kant vind ik dat wel heel stoer dat we dat doen. Aan de andere is ook wel intimiderend veel. Ik kan me voorstellen ook, ja... Ja, maar stel, het is altijd zo geweest. Het is natuurlijk ook wel daardoor. Kijk, ja, we zijn lang van stof. Dat is op een gegeven moment denk ik dat er is een combinatie geweest hoe dat is gekomen. Namelijk vroeger waren we op tv vooral. Ja. En toen moesten we alles in 22 minuten zeggen. Toen we op een gegeven moment, toen Boris in principe, dat is ook wel grappig, heeft ons geforceerd om ineens elke dag content te gaan maken. En ook dat op een soort van niet alles meer via video editing, via montage en postproductie te doen. Anders was het niet te doen. Nee, anders is het niet te doen. Nee. Maar dus toen voelden we zo'n bepaald soort van vrijheid, dat we zitten van, we kunnen alles zeggen wat we willen. Ja. Het hoeft helemaal niet snappy, want we zijn geen geboren presentatoren. We zijn mensen die media maken en vaak beginnen achter de camera en voor de camera. Dus we zijn niet de mannen die de les hebben gehad. En welkom bij deze oortjes en wat dan ook. Niemand in principe is op die manier zo hardcore into. We kunnen dat tegenwoordig best wel. Die mensen werken vaak met autocue. Hè? Dat soort dingen. Steeds mensen, zijn ook nog mensen die denken dat wij een autocue hebben. En daarom dat is het probleem. Ik bedoel, als jij
een review moet doen. We willen niet allemaal in papiertjes liggen. Alles gaat uit het hoofd. Dus vandaar dat je natuurlijk wel eens een keertje iets feitelijk mis hebt. Ga je een autocue tekst schrijven? Wie gaat dat doen? Ga je dat zelf doen? Ga jij dat als hoofdredacteur daar doen? Hebben ze natuurlijk 10 redacteuren voor, ja, die we ook niet hebben. Maar wij zitten hier. Ja. Ik wil mijn mening vertellen, niet de mening van de persoon die de autocue heeft. Nee, dat snap ik. Maar natuurlijk niet. Een presentatietekst heeft niks met een mening te maken. En dat is gewoon wat we vandaag gaan doen. Dat kan uitgeschreven zijn voor je. En daar lees je als presentator ook nog doorheen om dat je eigen te maken. Dus kijk, ik wil niet elke presentator. Je hebt het natuurlijk door Matthijs van Nieuwkerk en dat soort mensen. Dat zijn echt autocue voor. Die zijn daar beroemd om geworden. Mm-hmm. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel presentatoren op de Nederlandse tv die heel goed kunnen freestylen. Nee, maar goed. Ik heb ook niet over het presentatoren. Kijk, wij hebben op een gegeven moment hebben dat losgelaten van we hoeven niet meer na te denken hoe lang het duurt. We gaan gewoon beginnen en wij zijn, denk ik, vrij gespecialiseerd in op een toffe manier een discussie levendig houden. Dat heeft zijn voordelen, namelijk dat je gewoon dat het geloofwaardig en authentiek aanvoelt. En dat vind ik bij televisie vaak niet. En dan wordt het leuk, zo'n discussie. En dan zegt iemand, we gaan nu even naar de muziek toe, weet je wel. Break. Nadeel is dat je soms zo 2 uur bezig bent. Dat is natuurlijk ook omdat tv ook draait om zoveel mogelijk kijkers. En die discussie is leuk voor de mensen die discussie interesseert. Maar voor de mensen die discussie al niet interessant vinden, is het heel vervelend dat die discussie nog een half uur langer doorgaat. Ja maar dan zeggen wij, als zijn de Game Kings, of dat zeg ik, en dat zeggen sommige mensen hier ook, zeggen van dan zet je het af of dan ga je wat anders kijken. Is waar. En dat is natuurlijk niet zo. Dat geldt niet voor tv met hun kijkcijfer gedoe. En hun reclames eromheen. Die moeten presteren en die moeten scoren. Kijk, ik vind altijd heel erg dat wij maken content die wij willen maken. En er zijn gelukkig heel veel mensen die dat tof vinden. En waarbij tv heel vaak is van dit wordt gemaakt voor kijkers. Ja, maar en dat is nu wat ik nu bedenk. Maar als je dus bijvoorbeeld wel zo'n intro presentatie had met yo, dit is bla bla en we gaan het over deze discussie voeren, dan weten mensen in ieder geval, oh tering, wat duurt deze discussie lang, maar ik skip even naar de volgende discussie. En wat wij en zo, dat doen wij niet, waardoor je misschien denkt, ik zet het uit in plaats van ik skip even naar het gedeelte wat wel weer interessant is. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen skippen, toch? Maar dat denk ik ook, maar het werkt wel natuurlijk in je hoofd als je al weet, oh fuck, dit komt nog, blijf je iets zijn langer hangen. Goed idee. Eén ding die we dit jaar al iets meer zijn gaan doen, is die timestamps. Dat is echt wel een dingetje, ook bij einde van de week vrijdag. Vaak deed de community het zelf al. Mensen vinden het dan inderdaad toch fijn om te weten waar iets is. Aan de andere kant, ik denk niet dat er iemand binnen de community het tof zou vinden als wij opeens, bij wijze van spreken, de voice-over kant. Want dan kan je het heel mooi meten, weet je. Want dan zeg je van, oké, ik heb 6 minuten materiaal nu bij elkaar geknipt, dan moet een tekstje overheen. Dat is namelijk niet Game Kings. Nee, maar dat is ook niet maar precies wat we bedoelen. Ook niemand. Wat we zouden kunnen doen bij einde van de week is voordat we de show beginnen, welkom bij einde van de week, waarin we het gaan hebben vandaag over dit en dit. Ik denk dat een van de dingen is dat dit jaar wil gaan doen. Met de tekstjes die jij er altijd al bij hebt geschreven, die we dan niet halen om het daarover te hebben. En dat het dan wel gewoon zo op de website komt te staan. Ja. Dat ook een plaatje van over God of War, dan hebben we het niet over die shit gehad. Nee, omdat alles freestyle is wat we hier doen. Die freestyle is er nog steeds in kaders natuurlijk. Ja, dat ontkomen we bij ons. Ja, maar dat is een ongoing proces om dat te perfectioneren. Omdat, het is ook allemaal veel tijd. En we hebben dit jaar allemaal plannen. Nerd culture, met dit, met dat, we willen dat doen. Uiteindelijk zitten er maar zoveel uren in een week. Zoveel beschikbaarheid van freelancers, et cetera, et cetera. Dus je moet op een gegeven moment ook gaan nadenken. Wat ga je wel doen? Kun je het efficiënter doen? Dat zijn allemaal dingen. Nou, daarvoor hebben we heel veel leuke tips gehad. Hoe mensen dat ervaren. Dus ik zag ook onder mijn interview staan. Ja, je wil na een jaar al het DNA van het bedrijf veranderen. Oh, fuck. Nee. Ja, maar dat wil je wel ergens. En dat is dus niet erg. En dan heb je dus Jelle Kunst die naast zit met het meest vastgerotte DNA maar hier. Ik heb bijvoorbeeld nooit gezegd van ik ben het helemaal mee eens dat er elke dag een item moet zijn. Ik ben het er niet mee eens dat er elke dag 2 items moeten zijn. En dat is volgens mij is het niet het DNA van het bedrijf dat er elke dag 2 items zijn, bijvoorbeeld. Jawel. Nou ja, 1. Het was wel zo, toen ik begon was het altijd 2 items per dag. Nee joh. Dat toen jij begon al. Ja, maar we zijn natuurlijk wel eerder. Laatste paar jaar was het op een gegeven moment dan feitelijk ideaal. Wilden we toen naar 1 open, 1 premium. Precies. Alleen besef ik me nu wel, ook naar comments, en dat is gewoon dat tweaken, dat fine-tunen, van dat mensen ook vaak zeggen van ja, ik heb daar de tijd niet voor om dat allemaal te bekijken. Ik heb liever dan gewoon
twee of drie hele vette dingen dan vijf dingen die zeg maar middelmaat zijn. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook van iedereen vindt ze anders. Dat iedereen vindt iets anders ja, ook leuk. Je kan wel zeggen van oké, dan doen we dat weg. En dan zeggen ze ja, maar dat is nou juist waarom ik precies. Dus dat is gewoon constant het lastige ervan. En ik vind het juist wel fijn dat er dat is ook een van de redenen, want dan gaan we eigenlijk mooi bruggetje. Nieuwe mensen. Dat is iets bewust waar we naar gezocht hebben. Niet dat we advertenties eruit gooien, maar we staan er sinds Joey erbij is, dat is nu 2 jaar, staan we er wat meer open voor als mensen die wij vaak uit het omveld een beetje kennen, al vanuit ons netwerk. Jij bent echt vers erbij gekomen, maar de 2 andere mensen kenden we al een tijdje. Een tijd lang was daar geen ruimte voor, omdat ook de oude garde ook nog full-on was, maar daar merk je van, die hebben nu banen erbij, kinderen erbij, wordt het wat lastiger. Plus dat je vers bloed is gewoon belangrijk. Jij hebt een hele andere kijk op bepaalde dingen. Dat clasht misschien wel eens. En dat is alleen maar goed, want dat laat je ook weer kijken naar wat je maakt. Dit jaar, 10 januari, is Shanna erbij gekomen. En 3 oktober Jasper. Nee joh. Ja. Nee, Shanna is vorig jaar er al bij gekomen. Die kwam niet heel veel later dan ik namelijk. Die heeft nog in de eindejaars... Haar eerste item was 10 januari 2020. Ja, de item. Weet je wat er is gebeurd? Dat is de eerste keer dat zij de tagje heeft gekregen met een foto erbij. Want Shanna die zat eind december vorig jaar er al bij. Nou ja, en dat was een stream. Dat was een stream, ja, dat was een stream, item. Dus het eerste item kan best wel 10 januari. Ja, ze was voor het eerst bij een brievenmaandag. Ik weet namelijk dat het bij mij namelijk heel lang duurde voordat ik mijn blokje had op de website. Dus er zijn items van mij die je gewoon niet vindt op mij, omdat ik toen nog geen blokje had. Maar ik heb het zo... maakt niet uit. Shanna is erbij, Jasper is erbij. Dus 2 nieuwe gezichten waarvan Jasper echt eigenlijk het meest vers is. Die kennen we dus overigens al. Die heeft stage hier gelopen. Ik denk 1 of 2 of 3 na mij... dus in 2010, denk ik. Eigenlijk sindsdien, hij heeft altijd op First Look gewerkt. Altijd op First Look gewerkt, altijd contact gehouden. Avid gamer. Dus, en hij had, dat is ook op een gegeven moment... dat is wel grappig. Op een gegeven moment kwam hij binnengelopen bij Blast Galaxy. Mm-hmm. En ik stond daar toevallig te chillen. Ja, ja. En hij zei van, hey man, dat is goed. En toen hebben we voorbij gepraat. Toen zei hij Blauw heb ik altijd vet gevonden. Ja, we volgen elkaar nog. Ik zit ook in appgroepen met oude stagiairs en wat dan ook. Toen zei hij, toen kwamen we erop uit, soort van, dan kom ik een keer langs, weet je. Gewoon even kijken of het leuk is of zo. En daar zijn wij altijd heel erg gefocust of wat dan ook mee bezig. Om te kijken wie er wel of niet passen of zo. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld vroeger kwamen er heel veel mensen altijd via stages te werken bij ons. Ik, Martin, Dennis, Daan, David, Koos. Bijna Koos. Allemaal. Allemaal. Iedereen. Jelly? Jij bent Shelly. Iedereen. Ja. Iedereen. Maar omdat je een half jaar meeloopt bij ons en dan snapt wat we doen en hoe we het doen en wat je zegt en wat je wel kan zeggen en vooral wat je moet zeggen eigenlijk. Gewoon je bek open trekken en lekker lomp zijn. Dat kan niet iedereen. En dat kan helemaal moeilijk wanneer je 1 keer in de 2 weken een keer langskomt om even 2 of 3 items te doen. Ja. Dan is dat heel moeilijk om dat DNA... Dan duurt dat bij wijze van 1 jaar voordat je dat DNA hebt gevonden. Nee, klopt. Er zijn ook nog 2 andere heel mensen. Ik krijg ze af en toe wel binnen hoor, de open sollicitaties. En ik schrijf ook altijd een mailtje terug. Ten eerste, het zijn eigenlijk 2 belangrijke voorwaarden. Een van die voorwaarden zorgt ervoor dat eigenlijk bijna iedereen afvalt. En dat is gewoon puur de financiën. Heel veel mensen, ik krijg vaak wel eens, 1 keer per maand wel eens een mailtje van iemand van... ik heb die en die baan en ik wil eigenlijk iets doen waar ik gelukkig van word. Ik wil gaan werken in de gamesindustrie en dan... dan moet ik helaas aangeven van daar hebben we het geld niet voor. Het is geen fulltime baan. Je krijgt een dagbedrag. En zowel Shanna als Jasper, en dat is een van de belangrijkste voorwaarden, die zijn financieel onafhankelijk. Dat betekent niet dat ze miljonair zijn, maar die hebben gewoon hun werk ernaast, waardoor ze in staat zijn om af en toe gewoon een keer een dag langs te komen. Dat ze van kut man. Ja, maar Kevin hetzelfde, ik hetzelfde, Daan hetzelfde. Dus precies. In principe werkt dat allemaal hetzelfde. Ja, van de tijden, vroeger hadden we heel veel vaste medewerkers, dat hebben we gewoon niet meer. En ik heb geen zin in de druk van iemand die denkt, kut, nu heb ik weer deze week niet. Nu kan ik niks meer eten, weet je. Want dat vind ik dan weer sneu. Dan ga ik mensen inplannen vanwege dat. Dus ja, dat is lekker. Al een deel. En het andere is natuurlijk gewoon die eigen stijl. Hè? Ik bedoel, zowel Shanna als Jasper, maar ook Joey hebben al gewerkt binnen
content maken, hebben filmpjes gemaakt. En dat klinkt heel raar. Dan mensen zeggen al van ja, ik doe alles wat thuis en ik denk dat ik wel kan presenteren. Ja, de ruimte is hier gewoon niet om... Het is geen leerschool meer. Het is geen leerschool. En dat is niet omdat wij het niet willen, maar het is gewoon als je de community is snoeihard. En je wordt gewoon... Nou, en we hebben al, je zei het inderdaad, eigen stijl van de presentatoren natuurlijk, maar dat is eigenlijk meer een eigen skill. Want we hebben juist wel een heel erg een eigen stijl. We hebben bijvoorbeeld Marcella ook, weet je. Dat is ja, iemand, nee, dat werkt niet. Dat werkte voor ons niet. Dat was niet een persoonlijke of gewoon qua de content die zij maakte en hoe ze presenteerde, was voor ons niet een match. Nee. En dat heeft maar met één ding te maken en dat is scheid. Scheid hebben aan. Nee, maar dat klinkt heel lullig. Ja. Ik bedoel, sommige presentatoren hebben dus wel scheid aan dingen. Die willen dat ze mooi in beeld zijn of liever niet als mensen vrij direct rude iemand interruperen omdat ze het niet met z'n eens zijn. Zowel Jasper als Shanna als Yui kwamen op ons over als iemand die gewoon... Maakt zich geen reet uit. Die doen gewoon we echt... zijn denk ik ook wel een soort van, los van dat we het al... fan van GameKings. Dus ja, we begrepen al wat het was. Ik heb dat in het eindejaarsinterview ook gezegd. Ik ben eigenlijk een soort van leren editen, omdat ik gewoon een soort van GameKings-achtige items ben gaan maken voor mezelf. Ja. En dan moet je gewoon meegaan. Maar fan zijn kan juist ook zorgen voor dat je starstruck bent. Dat je hier komt zitten en dat je eigenlijk van, oh fuck, ik zit tussen hun in. Dat is nou precies... Ja. Jij, Jasper en Shanna kwamen allemaal meteen aan van, maar dan wil ik dit gaan doen en dat kan beter. En dat is dus gewoon meteen die eigen inbreng, ideeën, plus een soort van, ik noem het altijd maar een beetje, een soort van gekheid over zich. Leuk. Maar je moet dat alles, en dat probeerde ik net ook aan te geven met dat DNA. Ik denk dat ik wel goed namelijk de vinger kan leggen op wanneer iets wel, of daar komen we dadelijk, zie ik net trouwens nog wel terug. Ja. Maar dat ik wel goed de vinger weet te leggen op of iets wel of niet GameKings is. Ondanks dat best wel ondefinieerbaar is. Het is dat is wel belangrijk in dat erin mee kunnen gaan. Want het is... Ja, je kan over sommige dingen zeggen, ja, het is wel gaming, sommige dingen niet. En ik heb dat wel eens bij anderen goed kut genoemd of zo, zeg maar. Wanneer iets nog gewoon goed kut is, of nu is het of gewoon heel kut. En dat is een hele moeilijke lijn. Maar jij omschreef het in jouw sollicitatiegesprek ook meteen goed. En dat was bijvoorbeeld met Nizira lastig. De meeste presentatoren zijn gewend om met een script te werken. Het moet van A tot Z uitgeschreven worden, 80%. En daartussen freewheelen ze een beetje. Ja. Bij ons is het juist zo... We zorgen wel voor wat houvast, zodat het in ieder geval niet niks is, maar het draait uiteindelijk om gewoon de improvisatie en het natuurlijke aanvoelen. Alsof het gewoon drie gasten zijn die in een kroeg zitten, biertje op tafel. Precies dat. En die gaan een leuk gesprek voor. En het moet altijd leuk zijn. Ik bedoel, dat is het probleem. Dat moet je aankunnen. Het kan niet een soort van kutgesprek zijn die niet... Nee, het moet leuk zijn. 402 uur per jaar moet het leuk zijn. Ja, precies. En dat kunnen bepaalde mensen van... Ja, maar wat moet ik nou zeggen? Er is helemaal geen tekst voor me. Van ja, dan loop je vast. Ja, en dat heeft dan natuurlijk ook weer met de interactie met elkaar te maken. Want je moet elkaar kunnen opvangen op het moment dat iemand... Ja, nee, zeker. Maar dat zijn wij ook zo native, sowieso natuurlijk de oude garde, wat dan ook gewend, dat als je hier met... stel je zou hier als een nieuweling naast een oude rot gaan zitten, dan zal dat sowieso wel gebeuren. En gewoon omdat helemaal als er meer mensen in zitten, dan wordt het gelijk soort van je hoeft er niet eens over te praten, dat wordt gewoon opgevangen. Nee. En ik denk ook dat we de mensen, iemand zei dat ook volgens mij, een community member, van nou, wat ik heel knap vind, is dat de mensen die dus voor de camera verschijnen, over het algemeen altijd ook passen. Ja, dat is dus inderdaad waarom het lastig maar, is. Maar om, dan gaat wel een dat vrij is lang ook proces wel, ja, vooraf, ook ja. wel een soort van om jullie dan veer in de reet te steken. Is dat als je, weet je, als ik naast jou ging zitten of naast de skate. Enige keer dat ik er een soort van zenuwachtig voor ben geweest. Omdat mijn eerste item was met Boris op maandag. Maar dat is iedereen, dat was Jasper ook. Maar je wordt daar best wel in een intimiderende man. Boris is kan. Ja, omdat je niet weet welke kant het op gaat met Boris. Want je gaat over een game hebben en ik was er al niet heel enthousiast over. En dan kan het twee kanten. Of hij gaat ineens doen alsof het de beste game aller tijden is. Of hij gaat op jou hameren. Of hij gaat erin mee. Ja. Of hij gaat op mij haten. Of wat ben je... Terwijl dag één... Kom jij hier nou zitten als GameKing? Ja, je weet het niet met dus hem. Nee, dat is het is dat ongeleide projectiel, wat dat een soort van spannend maakt. Maar zelfs daarin was ook gewoon super lief. En ging dus waarschijnlijk, maar toen wel. Ja. Het eerste item van Jasper was ook met Boris erbij. En na afloop zat ik met hem in de auto, zei hij van, misschien ben ik iets te hard geweest tegen hem. Want toen ging hij ook op iets vanuit het niks gewoon op iets aanvallen. Maar dan iets, kom je weer bij dan kom je weer bij terug dat je dat ik al wel weet dat het die kant op kan gaan. Ja. Dus het overvalt en je omdat het ook voorgeschiedenis. Ja, nee, precies. Dus die hield zich wel redelijk staande, maar dan
dat is... Zeker, maar hij doet dat pas natuurlijk wanneer hij weet dat het kan. Ja. Stel, er komt iemand bij die is echt, die weet nog niet zoveel. Of het is echt... We doen ook wel eens klusjes met externe presentatoren, wat dan ook. Dan doen we dat natuurlijk niet op die manier. Maar je moet gewoon niet... Het ding is gewoon... Het draait om zekerheid. En dat is het. Sean en Nina heeft het ook heel erg van... Ze is gewoon super zeker op een bepaalde manier van zichzelf. Dus als je tegen haar zegt van die games die jij speelt, ze echt voorkomen ruk, man. Dat jij in hemelsnaam dat soort bagger wil spelen. Dat... Ja, met je bek, man. En leg ze uit waarom het wel zijn. Waar ze voor staat. Ja. Dat bedoel ik. Van. En als je dat niet hebt, als je die zekerheid... En dat is ook waar we heel voorzichtig in zijn. En ook mensen denken van, oké, Joey belt op en de volgende week zit erin. Daar zitten soms maanden tussen van welk item zetten we hem dan eerst neer. Want je wil het wel heel mooi neerzet. Omdat ook de community ook gewoon... Terecht. Is die gast. Ja, nee. Tuurlijk. In het verleden hebben we dat best wel hard gehad. Ik bedoel, Martin, Koos, Dennis, ook met zijn spraakgebrek, weet je wel. Ik bedoel, nu heb ik het, maar hij kwam moeilijk uit zijn woorden in het begin. Die werd daar zo op aangevallen. Van, wat een boer is dit en kan hij niet weg? Ja, als je dan niet sterk in je schoenen staat. Wat juist ook de Kijk, uiteindelijk moet je ook... Ik heb dat ook... Als iedereen fan van je is, doe je ook iets verkeerd. Want je wil roering creëren op een manier. Ja. Dus wat dat betreft is dat ook alleen maar goed. Gaan we even... Nou ja, goed. Joey het lijstje is, af. We gaan er sneller doorheen. Heel erg leuk is natuurlijk van... We hebben nog 5 minuten. Ja, precies. Nee hoor. De productie. Ja. Wij hebben een bepaalde manier van produceren. Dat is een groot deel van de content schakelen we live. Dat weet je wel, we maken de b-roll van tevoren. En we praten, gewoon improviseren. En daar wordt gewoon materiaal onderschakeld. Anders kunnen we niet 402 uur per jaar produceren. Want editen duurt gewoon echt... Een item editen van 10 minuten bij wijze van spreken... ben je gewoon 2 dagen mee bezig. Als je dat goed wil doen. Even gechargeerd. Ligt er aan wat voor item natuurlijk, maar ja. Joey is natuurlijk al een tijdje bij. Maar dit jaar heeft hij echt zit hij hier ook vaker. Maar is onder andere verantwoordelijk voor Premium Vision. En wij begonnen zonder Joey. Het idee was gewoon... Nou, we gaan een aantal losse dingen... Een beetje ouderwets televisie maken. Een aantal van stukjes. Een tripje. En de game van de maand. Blabla. En dat zetten we dan aan elkaar. Dat kost inderdaad wel wat meer tijd. Maar goed, dat is doable. En we zitten nu inmiddels op het niveau dat jij een soort van blockbuster film aan het maken bent. Waardoor je hier met kerst lijkwit zo'n beetje... Besef me nu dat dit gewoon live eigenlijk mijn, hoe heet zo'n gesprek? Wat je het is een functioneringsgesprek. Ja, daar gaan we nu in. Het ding is, van dat is ook weer iets wat enorm gewaardeerd wordt. Ik ben het daar overigens niet zo mee eens. Want ik heb, doordat ze de afgelopen week online zijn, hebben we ook weer eens gekeken. En ik vind dit altijd al wel Ja, maar het is ook niet veel anders geweest in het begin. En het is ook niet per se veel anders dan wat GameKings afleveringen vroeger waren. En dat is natuurlijk ook de hele filosofie erachter. Dat zijn premium visions, als in televisie, vision, tv-afleveringen, maar dan nu gewoon voor premium. Het is gewoon, uiteindelijk is de rekensom die wij volgens mij tijdens dat interview ook al gemaakt hebben, er werkte vroeger een week lang 3 mensen aan, 5 dagen, is 15 dagen. Ja. En ik ben hier in de maand 8 dagen, in theorie. Dus dat is een waarvan beetje... je eigenlijk ook andere dingen eigenlijk zou ik inderdaad met hele andere dingen bezig moeten zijn dan Premium Vision. En ik zit natuurlijk ook nog hier. Nou ja, goed, ik vind, veel te vaak. Het is wel belangrijk ook om te laten zien hoe dat soort dingen werken, omdat mensen dat soms niet zien. En sommige comments dat ik denk van... ja, als je eens wist hoe dat nou werkte... zo simpel is het niet of het nou gaat over... Er zijn mensen in de comments die af en toe dus ons willen vertellen... hoe we ons werk moeten doen. Wat dat is af en toe heel frustrerend. Kijk, wat het is de vergelijking... en dat komt ook weer doordat dat ik de lat hoog probeer te leggen. Op het moment dat jij All You Need Is GameKings maakt... dan leg ik voor mij ook, dan wil ik dat het... All You Need Is Love is. Qua productieniveau. Maar daar werken... Nou, er zit een redactie van waarschijnlijk 30 man om al die mensen over te vliegen. Er zit geld achter, want het is niet voor niks dat de postcode loterij bus ineens langskomt rijden tussendoor. En de All You Need bus, heel groot Peter Langhout op de zijkant heeft staan. Dan heb je nog Robert en Brink, die een van de beste presentators van ons land is waarschijnlijk. En 3 cameramannen, een studio, publiek. Nou, de studio publiek is helemaal sick. Maar, en dan heb je ook nog de ENG, weet je, de buiten items. En dan nog waarschijnlijk een man of 3 die dat kunnen editen achteraf. Als het er niet, nou, misschien, maar in ieder geval een langere tijd dan de dag die ik er dan nog voor heb. Ja. En dat is wat
ik zeg ik, maar het is echt wel we, want JJ heeft daar ook heel veel aan gedaan. Iedereen doet uiteindelijk mee. Maar wat ik wil bereiken, terwijl die vergelijking van dat naar ons, dat kan helemaal niet eigenlijk. Nee, maar je probeert het wel en het lukt ook bijna altijd. En dat is wel ook heel erg Blammo en GameKings. Dat het ook, weet je, terwijl we geen middelen en geen financiën en geen mensen hebben, dat het toch lukt. Maar dat komt dus puur op jouw soort van drijfkracht of op jouw ambitie aan, die afleveringen. En ik als een soort van hele relaxed people producer zeg van nou, je hoeft jezelf niet dood te werken voor deze shit. Nee, maar... Alhoewel, ik wel daar dus al een hele goede premium aflevering van bedacht. Vet, ja. Als jij bij wijze van spreken visuals maakt, ben je daar ook lang mee bezig. Het is, ik denk dat dat ook wel heel erg in onze DNA zit. En nou, dat... Ik heb bijvoorbeeld de nerd culture van de laatste, heb ik inderdaad op Oudjaarsdag zitten editen. Maar soort van ik doe of ik weet het wel, soort van oké, maar ik ga me niet soort van tot 10 voor 12 dit zitten doen. Weet je, mijn cut-off point is 3 uur 's middags en dan rijd ik naar mijn vriendin toe. Dus daarvoor moet het af zijn of zo. Weet je, dat soort dingen. Ik kan best 7 wel... overigens. Ja, maar dat het geüpload was. Okay. Dus wel, ik was wel klaar vroeg genoeg. Nou, maar... Ja, ik denk, laat ik zo zeggen, dat we nu op deze wijze die content weten te maken, heeft voor een deel, dat het steeds lukt, heeft ook een deel te maken op de drive die iedereen hier heeft. Precies. En dat maakt het ook wel leuk, want je doet het met elkaar. Er is niemand die zegt, nou, ik ga gewoon helemaal niks doen, weet je wel. Fuck die shit. Nee, nou, want ja, heel af en toe zeg ik wel eens zoiets tegen Joey. Gewoon omdat Joey dan iets bedacht heeft, waarvan ik denk, maar dit wat je nu hebt bedacht, past niet bij... 2,5 paardenknop kop en een bezem, weet je, dat werkt niet. Dus maar ja, dan is dat ik trek hier in mijn handen expres vanaf in de hoop bewijzen maar, van dat jij denkt wel, oh crap, kijk, het is inderdaad veel te ambitieus. Dit plan is deels bedacht omdat er geen televisieaflevering gemaakt worden, maar natuurlijk ook volgens mij uit soort van dat er niet meer naar buiten gegaan kon worden in COVID times. Ja. Nu en dat is waar iets waar we ook mee aan de slag moeten gaan, maar weet je, moet het nog wel echt premium visie zijn? Of moeten we er gewoon voor zorgen dat we dit jaar weer meer tripjes doen waar we korte items over kunnen maken? En waar we het ook, wat ik ook tegen jou zei van de week. Vroeger was het heel logisch dat als je een Asia roadtrip had, dat het een soort van één condensed week was. Ja, daar hebben we het, ik weet niet wanneer, maar het was toen we uitdronken inderdaad. Ja. Jee, we hadden iets heel vets gedacht. Als daar eenmaal een soort van, dat gewoon een 8 weken lange serie is, dat maakt veel meer sens in het huidige dan dat wij premium, ons daar dood dat zitten wij te werken elke avond. De content wordt daar dus beter van. Nou, het is over meer weken verspreid, waardoor meer mensen misschien wel langer premium willen blijven. Wat voor ons heel belangrijk is, dat was heel smart. Niet alles werkt zo. En E3 met de actualiteit kan niet. Het heeft natuurlijk die week heeft dat je er heel erg bij bent voor je gevoel. Dat heeft echt wel zijn waarde. Maar het is maar een gedachte die gewoon... En dat is dan... Als je erbij komt van buitenaf, dat je ineens denkt van, maar waarom? Ja, dat deden we zo. Dat maakt ook sens, want je bent er dan meer bij. Nou, dat kwam bijvoorbeeld ook, ik weet waarom. Ten eerste omdat dus inderdaad het gevoel wat je zei, van dan ben je echt als kijker, ben je er echt bij. Omdat je elke dag meeleeft en je ziet ons sterven en weet je, dat soort dingen. Dat kwam ook door live. Omdat we hadden zoiets van, maar uiteraard gaan we hier ook live streamen. Dus dan ga je straks over 7 weken iets zien wat je al 7 weken eerder in een livestream ongeveer hetzelfde. Want die productie is die productie. Die gaat door en je hebt het in de livestream eigenlijk ook een beetje over hetzelfde. Omdat dat actueel is. Je bent daar die dag mee bezig. Dus hebben wij zoiets van, nee maar crap, we kunnen nu niet dit over 2 weken pas online gooien. Want we hebben de livestream al vandaag. Mm-hmm. Dus we hebben een gedeelte van de actualiteit is er nu. Dus ja, dan kan morgenochtend wel, maar kan over 3 weken wel. Dat is onze vraag altijd geweest. De vraag is ook van, kijken mensen voor ons vanwege de actualiteit? Of kijken de mensen gewoon dat ze gewoon een vette roadtrip willen zien, waarbij ze zichzelf een beetje spiegelen aan, wow, weet je wel, als ik hou van games, dat lijkt me heel vet. En dan daar het en dan s'avonds naar die restaurant met z'n allen, weet je wel. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon ook een beetje die zoektocht. Maar één ding wat ik bij jullie niet hoor, is eigenlijk waarom... Joey, waarom jij heel veel tijd stopt in bepaalde dingen, is namelijk omdat je iets wil maken wat je zelf leuk vindt. Ja. En dat is natuurlijk... Maar dat is ook je enige pijler natuurlijk, hè? Nee, maar we werken ook allemaal, en ik heb in het verleden voor heel veel anderen, jij hebt natuurlijk ook bij andere bedrijven gewerkt. Als ik iets altijd heel kut vond, is als ik geremd werd in wat ik leuk vond. Zeggen ze van, oh, je wil dit maken. En had ik het zo, maar kan het ook zo en zo? Nee, maak het nou gewoon zo, weet je wel. Weet je wel. Omdat die gast ook zoiets had van, ik wil om 5 uur naar huis toe, weet je wel. En we verdienen er ook geen euro meer aan, weet je wel. Maak het nou gewoon zo. Nou, oké, dan maakte ik het af, had ik ook mijn geld.
Maar ik vind dat op een gegeven moment niet leuk. Het prikkelt niet meer. En jij vond het nou juist leuk van, ik wil gewoon mooie video's maken met, jij komt met een idee, fucking hell, een Game Kings, all you need is love shit. En dat zie je helemaal voor je. En dat wil je dan maken. En dan kan ik tegen, en Jelle kan tegen je zeggen, nee, we gaan gewoon dit doen, weet je wel. Maar je hebt zoiets van, ja, maar dat vind ik niet leuk om te maken. Ja, maar, dan, en, maar, ja, maar dan, daarbij dat... komt er dus ook dan wel, soort van, dan is het ook een soort van jouw, ja, jou, ja, die uren druk... die je dan soort van ingesteken de... en de stress en het pijn dat je, feit dat je nu pijn aan je hart hebt. En dat heb je dus zelf gedaan. Maar het komt wel vanuit, en dat is zo interessant, dat het komt vanuit dezelfde drijfveer als die jij hier eigenlijk als... de met mij weinig middelen heel veel doen. Ja. Dat zetten bij mij ook in. Ja. Oké, hier heeft inderdaad RTL 10 redactiemensen of 20, ja, 30 redactiemensen hier nodig. Hier heeft RTL 50.000 euro voor nodig en wij doen, ja, het voor 107 euro. Dat, ja, vind ik ook supercool eraan. Ja. Ja, nee, dat is, zou die 50k alleen wel een keer zien ook ergens. Maar het is gewoon... ja, niet hier. Nee. Ja, dat is het hele ding. Ja. Het is vaak best wel bikkelen, plannen, dat soort dingen. Om die content te maken. En, nee, dat is het grappige ook. Iedereen heeft daarin ook zijn eigen projectjes. Ik merk bijvoorbeeld, ik heb volgens mij meer dan 250 afleveringen Game Kings gemaakt, ja, voor tv. Toen was je er klaar mee. Ja, dus ik ben ook klaar met het verzinnen van Premium Visions. Ik heb, ja, gewoon zoiets van, mijn ideeën waren na 250 bewijzen van, en ik heb ze niet allemaal natuurlijk zelf bedacht. Nee. Maar na 250 van die afleveringen waren mijn ideeën op. Hetzelfde hadden we toen met Game Kings Extra. Op een gegeven moment, is het niet meer leuk om elk pakje dat er binnenkomt open te maken op camera. Daar is de joy uit. En dat heb ik heel erg ook met Premium Vision. Soort van, ik vind het heel leuk om mee te denken. En ik kan ook heel erg juist zeggen van, nee, maar dit is productioneel. Gaat dit gewoon too much zijn voor wat we hier kunnen? Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om, nou ja, nerd culture, weet je, dat vond ik heel tof. Heb ik zoiets van, daar steek ik dan mijn vrije uurtjes wel in. Ik heb hetzelfde met tabletoppers, weet je. Ik zou dat, die Dungeons and Dragons sessies, wil ik prima om vrijdagavond om 6 uur. Weet je, dat zijn al die dingen. Elke keer als wij hier zitten, na 6 uur 's avonds bewijs, want dan zijn we off the clock. Weet je, we krijgen gewoon in principe gewoon een normale paycheckje voor, nou ja, hè, de normaal 40 uur of 20 uur, of hoeveel uur je ook hebt afgesproken met elkaar. Maar heel veel dingen, gewoon de avondstreams, weet je, al dat soort shit. Dat is, daar zitten we hier in ons vrije tijd dat te doen. Jij werkt altijd. Ja, je stopt niet eens. Nee, ik stop niet meer. Dus al jouw vrije tijd is ook Game Kings. Is niet. Krijg je geen geld voor. Nee, oké, maar. Want nogmaals, ik denk binnen dit bedrijf moet niemand iets doen wat hij niet leuk vindt. En ik heb al vaak gezegd, ik vind het leuk om gewoon creatief na te denken. Maar er zit wel een verschil in. Ik ben bijvoorbeeld, 10 jaar, 15 jaar geleden waren we allemaal... Ik was al jonger. We waren allemaal jonger. Ja, ook zo. Ja. En toen maakte het geen reet uit. Want over het algemeen, wat de meeste mensen deden, was werken. En daarna naar de kroeg. Samen en dan weer filmen. Werken. Ja, of alleen, weet je. Hun leven was, ze woonden op kamers, weet je. Het was gewoon, je bent jong en fucking hell, man. Dit is toch tof zo te leven. Ja. Inmiddels hebben een heleboel mensen kinderen. Dus we hebben al te maken met een aantal mensen die gewoon weggaan om 5 uur. Gewoon of feit van, ja, ik moet mijn kind ophalen. En ik heb ook wel zoiets van, ik werk al best wel hard. Ik heb gewoon nu een paar uurtjes in de avond die heilig voor mij zijn, om samen met mijn vriendin te eten en een filmpje te kijken, weet je. En daarna ga ik wel weer verder. Precies. Dingen veranderen een klein beetje. Uur of 9 s'avonds. Ja. Yep, there we go again. Aan het werk. Maar dus de veranderen wel wat dingen. En, ook daarvoor is je jonge aanwas natuurlijk goed. En helemaal mensen dus die wat willen doen. En dat is inderdaad wel heel belangrijk. Ja, ik wil nu wat meer schouders hebben om dingen op te zetten. Ik bedoel, zowel Jasper als Shanna Nina, die kunnen ook dingen maken, creëren. Die kunnen daarin ondersteunen. En ik merkte wel, met name het laatste jaar, Het wordt gewoon opeens zwaar. En we hadden nu de laatste, in januari, december hadden we allemaal bleke bekjes en iedereen was ziek. Ja, jij zat in Indonesië, maar iedereen was ziek gewoon op. Maar dat is het ook niet meer waard. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Als je dan kijk, en als je dan hebt over vroeger en iedereen jong en naar de kroeg, toen was het wel denk ik duidelijker wat er altijd gemaakt werd. En nu zit iedereen hier dus, hobbymatig klinkt veel, maar ik bedoel, iedereen zit hier niet voor het geld, maar voor omdat passie. Liefde voor passie. Ja. En dus ook heeft dus zijn eigen passieprojecten. Precies. Maar als er dan 3 mensen bijkomen die alleen maar 3 extra passieprojecten met zich meebrengen, waar wel iedereen's hulp nog bij nodig is, dat is waardoor je, als je iets meer moet gaan perken van oké, dit en daar steekt iedereen weer zijn passie in. Je had daadwerkelijk gewoon 1 opnamedag. 1 opnamedag en 4 dagen zat iedereen gewoon van A tot Z achter de PC te editen. En wat je nu ziet is, we hebben nu in principe 2 dagen waarin iedereen er is. Maar die moeten eigenlijk ook, zeg maar, editen en vormgeven. Maar ze moeten ook allemaal presenteren. Ja. Dat wringt gewoon
gewoon enorm. We komen er wel uit. Het is geen, niet alsof het een klaagreden is, maar dat is natuurlijk de struggle die wij hier elke dag hebben van hoe gaan we de content maken en stellen we onszelf niet te veel eisen. Het is dus ook die balans inderdaad. Dus ja. Want stel nou dat we bewijzen van 2 items minder per week zouden doen, dan hebben wij, bijvoorbeeld hetzelfde, we zijn er met z'n drieën, we hebben wij alle 3 1 of 2 uurtjes extra in de week die we ergens anders aan kunnen besteden. Namelijk bijvoorbeeld vormgeving in je eigen vrije tijd. Of in je eigen, of in de werktijd in plaats van in je vrije tijd. Of dan kan jij in plaats van dat je dat om 11 uur 's avonds thuis zit te doen, kan je hier weer een uurtje eraan werken. Ja. Weet je, dat soort dingen. Dat, ja, maar dat is heel stom. Maar dat is een balans. En dat is natuurlijk ook, ja, volgens mij hebben dat, ik weet niet of het bij ons was tijdens onze eindejaarsinterviews, maar ik vergelijk het altijd met een rollende trein. Weet je, het is heel moeilijk om een rollende trein van richting of van snelheid of wat dan ook te veranderen. Ja. En dat is ook gewoon zo. Dus we hebben een bepaalde routine in wat we doen qua werk, hoe we het doen, weet je, en dat stuurt af en toe bij, weet je, door livestreaming en is ineens een ding, of ineens er bestaat nu iets zoals YouTube en dan moeten we ineens gaan denken, oh wacht, hoe kunnen we dit incorporeren? Nou, dat hebben we dan ooit niet helemaal lekker gedaan, maar Twitch is dat bijvoorbeeld wel heel goed gelukt. Ja. Dus, maar dan moet je altijd een beetje bijsturen. Nu is Jelle ook op TikTok. Zeker niet. Nee, maar dat is ook een mooi ding, weet je. Kijk, ik ben van mening, zelf, nogmaals, mijn mening over GameKings. Wij zijn niet voor een TikTok-generatie. En dan zeg jij waarschijnlijk, maar het kan wel voor een TikTok-generatie zijn. En dan geef ik je gelijk in. Maar ik ben niet de mediamaker die het voor TikTok gaat maken. Nee, maar daar ben ik dat niet. Waar ik alleen altijd op probeer te sturen. Kijk, je kan zeggen, deze trein die rijdt nog 2, 3 jaar verder tot een bepaald station. Is een mooi eindstation. Daar zwaaien we iedereen uit. Ja, maar daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Of anders moet je er wel mee aan de slag gaan. Ik wil ook geen TikTok maken. Ik denk ook niet heb dat je Snowpiercer gezien? Ik denk niet dat Die trein rijdt gewoon rondjes. Ik denk niet dat GameKings een TikTok station nodig heeft. Maar waar je wel rekening mee moet houden is dat die TikTok-generatie ooit daarna komt. En dan trek ik bijvoorbeeld het voorbeeld met de YouTube-generatie, die eigenlijk ook nog voor onze core doelgroep zit. Die groeit wel op met gewoon een aantal content kanonnen, gewoon gasten die dat op hebben gebouwd. En YouTubers bedoel je? Of? YouTubers, ja. Die wel gewoon hun productielevel wel echt gewoon heel erg hoog zijn. En als die dan als nieuw denk van, oh, dit is wel kinderachtige shit, ik ga eens verder kijken bij GameKings uitkomen, dan moet die productie niet zoals bijvoorbeeld bij onze laatste Nerd Culture zijn, want dan denkt die groep wel van. Ja. En dat is voor de mensen die het altijd al kijken, denken, oh, die gasten die hebben hun best gedaan, die zitten bij Yui thuis en alles valt uit. En maar voor nieuwe mensen hebben ze voor nieuwe mensen, ja, fuck deze shit. En dan ben je, dat is het lastige. Als je iemand je ziet en je bent ze kwijt, dan is het heel lastig om ze er weer bij te krijgen. Dus wat dat betreft is een eerste indruk altijd heel belangrijk. En dat gaat bij TikTok ook zijn. Als die op en ik weet niet wat nu de voordelen van TikTok zijn. Maar als zijn de TikTok. Kijk, ik ben niet een TikTok-gebruiker. Ik ben te oud daarvoor. Het is niet dat mensen van mijn leeftijd niet op TikTok zetten. Maar ik I don't get it. Ik hoef het niet. Ik ben ook bezig met allemaal andere social media gewoon niet meer aan te raken. Because, ik weet niet. Ik wil gewoon mijn tijd ergens anders aan besteden. Maar dat betekent dus dat ik in bepaalde dingen niet up-to-date zal zijn. Omdat ik ook al 36 ben. Nee. Dus, maar ik denk dat het verschil een beetje waar het wringt bij TikTok en zo. Maar heb ik zoiets van trouwens, GameKings is voor een oudere doelgroep. Die het niet erg vindt dat we geen TikTok-like stuff doen. Nee, maar ik denk ook, er zit een verschil in van een jongere doelgroep wordt ooit oud en die kan instromen. Het verschil zit hem wel in wat GameKings altijd zal zijn, is dat het op een bepaalde manier wel wat, ik moet niet zeggen inhoudelijker, maar uitgebreider is. Ik vind het probleem van TikTok, ik vind het hartstikke leuk, maar ik denk niet dat wij itempjes van 15 seconden of van 1 minuut. Maar dat is niet des GameKings. Maar dat denk ik ook helemaal niet. Alleen het is denk ik wel heel erg des GameKings om wel te kijken naar zo'n platform en daar niet eens om het te gaan te gebruiken, maar wel om, als zijn het maar technieken die mensen gebruiken gewoon om ze binnen te harken. Weet daarom je. Hebben we dat ook is wel mensen, jonge ik vind mensen dat wij dus niet. Niet. En dat is grappig. Dat is precies het punt wat ik wilde maken. Ik vind dat niet interessant. Dat is precies, daarom ben ik ook een hele vreemde in dat misschien mediamaker. Of gewoon misschien wil ik een uitgebluste mediamaker. I don't know. Maar ik bedoel meer van, dat interesseert me dus juist helemaal geen ene tyfus. Maar dat is ook helemaal niet erg. En daarom hebben we nieuwe mensen maar nodig. Maar dat is natuurlijk wel, daar ging het over in de eindejaarsinterview met Boris over. Ging het volgens mij heel erg over de nuance. En dat als je voor een kamer gaat zitten, je ongenuanceerd moet zijn. Want dat is interessanter dan als je heel goed. Ja. Alleen het probleem is wel, denk ik, door TikTok en gewoon social media. En dat is ook waarom mensen tegenwoordig overal een mening over hebben, ofwel zwart ofwel wit. Ja. Omdat iedereen denkt dat ze hier zitten. En eigenlijk hebben ze gelijk. Want wat ik zeg is in principe niet significanter dan wat Jan om de hoek zegt. Nee, dat is ook zo. Dat zeg ik ook altijd. Maar
En toch is het ook weer wel eigenlijk. Want hier zitten we met de studio en lampen op ons. Dus ja, ergens... Maar wie weet zijn, zijn dingen op een gegeven moment wel eindigen. Dat, waarmee ik niet ga zeggen dat we gaan stoppen. Want dat zit er nog lang niet aan te komen. Maar er kan een moment zijn dat je wel kunt beslissen van... Oké, als bijvoorbeeld een bepaalde groot gedeelte van de oude garde zegt van... Ik heb geen zin meer in. Kijk, het is nu krankzinnig. Boris die appte dat tijdens de kerstvakantie dat de URL voor Game Kings of wat het ook was, de, 20 jaar. Ruim 20 jaar geleden is vastgelegd. 2009? Of wat was het? Hij zei van de URL, onze contract is nu 20 jaar. En dan wil hebben ik ook GameKings.nl. Ja. Ja, ik weet niet of we die nog steeds hebben, maar die hebben we wel dan gehad. Wil ik bijna een soort van weddenschap aangaan. Wat ik niet doe, want ik hou niet van weddenschap. Maar van dat de hedendaagse YouTube creators die nu hot zijn, over 20 jaar nog steeds YouTube maken. Ik denk want ik zie wel echt gewoon, dat verval is vrij snel. Zijn ze enorm populair? Bam, zijn ze ook weer een stuk, misschien gaan ze wel door, maar het verdwijnt. Ja, maar je kan YouTube maken, dat kan je niet zo generaliseren, want er zijn echt YouTubers bij die prachtige programma's maken. Ik zeg niet dat ze geen kwaliteit maken. Het gaat erom dat je als media... Doen ze 20 jaar nog. 20 jaar lang relevant zijn. Maar bij YouTube, dat is natuurlijk, en dat is waar YouTube lijkt op GameKings. Het zijn over het algemeen wel allrounders. En de beste, die zijn op een gegeven moment slim genoeg om editors te zoeken die bij ze passen, waardoor ze dat los kunnen laten, want anders hebben ze 20 jaar lang 100%, want er zijn gewoon hele, ik net zoals niet. Dat de mensen nog steeds naar Carlo Bossard kijken in een ander programma. Maar als jij een goede mediamaker bent en dat heb je nu in de vingers op YouTube, en je investeert goed en je groeit mee, dan kan, ik ben ervan overtuigd, want niet iedereen op YouTube kan potentieel, maar denk je dat het vaak gaat gebeuren? Ja, ik denk dat mensen op een gegeven moment zeggen van, ik heb dit nu 10 jaar gedaan, it's enough, weet je wel, ik heb genoeg geld verdiend, ik ga iets totaal anders doen, ik ga managen of ik whatever. Ja, maar als je het hebt, kijk, de mensen die de Enzo Knols en de Gio's van deze wereld, die gewoon een beetje vloggen en en langzaam rijk worden, wat ergens ook een soort van Truman Show is, insane vet is, maar ook kut. maar er zijn ook gewoon ik weet nu geen namen. Ik heb mooie programma's maken die toevallig op YouTube komen en zelfs NPO, maar RTL, al die zenders stappen daar ook naar over. Het is meer een platformding dan een makersding. En er zullen altijd makers zijn die wel blijven hangen. En die Henny Huismans worden. Die ook vet is trouwens. Dat is waar, maar het is gewoon meer... 20 jaar, ik bedoel, nogmaals, heel vaak met Boris hebben het over van... ik kan mij nog herinneren, 15 jaar geleden, ik zei van... Als ik dit nog 2-3 jaar doe, dan... best lang, weet je. Want ik deed toen al 10 jaar. En nu doe ik het dus 30 jaar. En elk jaar denk ik bij van... Kijk, oké, dat iedereen me opa noemt, vind ik allemaal prima. Daar ben ik zelf ook een beetje mee begonnen. Maar is er niet een moment dat je denkt van... Oké, weet je, misschien wordt het nu een beetje sneu... dat je het hier nog niet zien over games. Maar er is een hele jonge garde en dit en dat. Maar blijkbaar is dat niet zo. Want het ligt anders... ook aan wat de game-industrie doet, denk ik. Weet je, als de game-industrie echt was overgenomen... door de Fortnites en de Minecraft van deze wereld... Dan had jij hier niet meer hoeven zitten om er iets van te vinden. Dat snap ik. Maar wat ik een beetje bedoel... en ik zit een beetje tussen jullie in... is wat je ziet, is dat we weer aan het groeien zijn. En die groei zit hem voor een groot deel ook in mensen... die van onze leeftijd zijn, dus tussen de... 30 en ik had de laatste eentje, die was 64, weet je wel. Mensen die met ons zijn opgegroeid en totaal geen enkele behoefte hebben. Ze zijn allemaal gamers, ze vinden het fantastisch. Ze hebben misschien niet meer de tijd voor, maar ze willen wel, ze hebben FOMO, ze willen wel weten wat er gebeurt, et cetera, et cetera. Ze spiegelen aan ons omdat wij hun leeftijd hebben geen zin om jonge mensen te ontdekken die ook over games zijn. Ze voelen zich hier veilig, ze voelen hier senang omdat ze op een bepaalde manier worden aangesproken die ook bij hun leeftijd past. Ja. Ik denk dat de kracht is. En het gevaar is inderdaad op het moment als je dat... en ik weet dat jij dat niet wil... ik ga geen namen noemen... maar ik zie soms wel eens bij concurrerende bedrijven... dat ze in één keer een hele switch maken... naar een hele jonge manier van presenteren... en dat soort dingen. En in één keer ben je oude doelgroep ben je kwijt. Je hebt zoiets van, ja, nou voel ik... Nee. Terwijl zo'n jonge doelgroep... die zijn ook fucking vluchtig. Maar dat is volgende week wel, is iemand anders dat leuk. Dat is wel belangrijk bij wat game van hoe ga je dat natuurlijk doen? Ook wel om de groep
mannen of vrouwen die hier aan tafel zitten. Dus op het moment dat ik dat er doorheen zal blijven pluggen, zal Jelle of Boris er altijd naast blijven zitten, want de fuck ben je nou aan het doen? Zeg maar. En daardoor kan het juist voor allebei werken, denk ik. Ja, ook want zo. Omdat er altijd wel iemand naast zit, net zoals bij een game review, er altijd ook wel iemand naast zit die het niet serieus neemt en belachelijk maakt. Net zoals dat ik dat kan doen als jullie weer veel te lang doorgaan over iets of nou, juist een soort van over dingen hebben. Dan denk ik, gaat het nou nog over? Maar dat is een interessante discussie. En ik kan me ook voorstellen dat Jelle zegt van ja, weet je, ik heb daar geen zin meer. Doe whatever you want, maar betrek mij niet, want ik heb helemaal geen behoefte aan TikTok. Ik heb dat ook wel een beetje, van ik ken dat medium niet. Ik heb ook geen behoefte. Ik word er heel moe van. Dat was maar een voorbeeld. Hè? Het is niet dat je nu TikTok wil, maar ik bedoel was voor mij een voorbeeld. Maar, dat soms is het moeilijk om te innoveren als je niet jong aan was of met mensen met nieuwe ideeën. En dat is het chillen. Ja, jij bent iemand met nieuwe, frisse ideeën. De crux gaat hem in van hoe ga je een andere vorm van content of aanpassing in content maken die ervoor zorgen dat 20 mensen die 20 zijn denken van hey, oké, ik ken die gasten niet, maar dat voelt wel goed. Nou, of, terwijl die gast van 40, 50 die al 10 jaar lang premium lid is, die moet dan blijven. En die zegt van oké, het is wel wat anders, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Dat, weet je wel, van het past er wel bij. En wat is er dan belangrijker om de mensen die ons al heel lang supporten en kennen te vriend te houden of nieuwe aanwas? En dat is ook zo'n grappig vraagstuk. Ja, dat is een split. Want ik wil helemaal niet soort van laat al die oude mannen maar vallen en we moeten een nieuwe 20ers hebben. Yay! Ja, bij mij is het dus anders. Nee, maar dat is het helemaal niet bij mij. Het is bij mij, ik wil allebei. Hoe gaan we kijken van het eerste uur te vriend houden, maar ondertussen ook wel zo vette shit maken dat een nieuwe aanwas ook denkt, oh, hier wil ik ook wel mee hangen. Ik denk dat het uitgangspunt moet altijd zijn van je moet nooit je fanatieke basis wegsturen. Daardoor besta je. Daardoor besta je inderdaad. Ja. Cool. Grappig is, dit item wordt ook, en af en toe zie je wat blokjes, mogelijk gemaakt door onze grote vriend die al die toffe clipjes aan het uitzoeken is en online zet. Die zetten we er altijd tussen. Game is hoogtepunt. Maar een van de dingen, daar heeft hij een compilatie van gemaakt, waar we nu dan even kunnen naar kijken, is mijn spraakgebrek of mijn verhaspelingen. Dus laten we daar even naar kijken. Dat dit een MMO gaat worden, gebaseerd op een franchise die heel veel mensen kennen, die dan eindelijk weer eens echt een succesnummer gaat zijn. In ieder geval hebben ze er een man bij genaald die gewoon weet hoe je goede quest maakt en draait een MMO over. Wat zeg je hier? Oh, dat is... vinden ze leuk, hoor. Ja, dat is leuk. Dat vinden ze leuk. Ja, maar als ik ze vraag, als ik op vakantie ga, doe even het GK's. Nee, gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Ik heb er twee gedaan. Het zijn er niet heel veel. Maar heel eerlijk, als jij natuurlijk op vakantie bent, dan ben jij niet meer de hoofdredacteur. Zijn wij dat en wij dus niet. Maar ik kan het wel uitleggen. Dit was een live TIA, toch? Ja, nee, dit was dus... Wat ik vaak doe is... Ik spreek en ik ben al aan het kijken. Jij denkt te ver vooruit. Ik denk te ver vooruit. Ja. En dan in één keer... Dan heb je al... Nee, maar het is grappig dat je wel doorgaat met praten... maar de woorden niet meer kloppen. Nee, dat is waar. Het is niet dat je dan je verhaal, je train of thought... De zinsconstructie klopt niet. Nee, precies. Maar ik lees het niet voor. En voor mij een glas water. Want ik ben nu echt wel klaar met alcohol, moet ik zeggen. Snap ik. Mensen zeggen bevracht... Ja... Begraven. Het gaat nu gewoon begraven. Maar als je kijkt naar de nakom, deze bijvoorbeeld is gewoon van, je hebt die Ultimate. En deze is de wat goedkopere versie. Hè? Dat scheelt gewoon een paar tientjes. Hij kan bijvoorbeeld niet op wifi. Wat ik gewoon, er zit wel een hele lange kabel aan. Wifi? Via Bluetooth, dat je het gewoon op afstand kan bedienen zonder koord. 2-3 seconden. En dan zit je gewoon weer in de game als je van het een naar het ander gaat. Je kan dus inderdaad veel switchen. Tussen Mitchell, Franklin en Trevor. Of als je nieuwe games opstart, dan gaat dat gewoon razend snel. De dynamiek tussen Trevor, Franklin en Mitchell is fucking briljant. En als ik dat zeg, dan zegt dat wel wat. Maar deze game, ik kijk hier, denk ik, van alle games die ik heb gezien het meest naar uit. Zo. Dus deze, jij gaat er een paar pushen. Deze push ik.
Ik had deze wel iets meer op zijn plaats gevonden bij Kojima. Ja, maar ja, dan gaat alles weer bij Kojima. Hè. Soms moet je ook een beetje gewoon met de ballen bloot durven. Ik durf hier wel met gewoon... Met de ballen bloot? Met de billen bloot. Nou, ik ga wel met de billen bloot. Geen maar met je ballen bloot. Ik durf hier wel mijn handen voor in het vuur te steken. Dat dit goed gaat worden. En dan ga ik dan maar op mijn bek straks. En wat als er nou straks microtransactions erin sodomieten? Nou, dan maak ik het ook weer helemaal stuk. Oké. Okay. Jij denkt altijd in twee kleuren, zwart-wit, maar ik denk dat er ook nog mensen zijn die in grijs denken. Zwart en wit zijn geen kleuren, hè? Oh. Nou, hier zit ik een beetje veilig, want het begint hier een beetje persoonlijk te worden, maar ik word dus een beetje scheidziek van dit soort gasten die alles gewoon echt of helemaal kut vinden of... Oh, wat een vette game! Dit is gewoon middelmaat en dus het is best wel aardig om te spelen als je een beetje tijd vindt. Het is geen topgame, maar... Ik niet! Hey. Het gezeik van die gasten! Wat we ook hebben gehoord is dat er een aantal mensen weg zijn bij Rocksteady. De makers van Batman Arkham City. Ja. Batman, sorry. Okay. Ja. Waarom niet gewoon Batman games zoals we vroeger hadden met Arkham City? Weet je, waarom service game? Ja. Jij vindt een superhero game ook best. Spider-Man vond jij tof? Ja, maar je moet niet vergeten dat service games, dat is de gouden kip die iedereen wil slachten. Dat snap ik. Maar kun je wel een vette service game maken met superheroes? Unlock zich steeds meer. Een beetje Destiny-achtig, weet je. Dat is de gouden kip die iedereen wil slachten. En iedereen maakt dat soort games. Ja, is dat de gouden kip of niet? Of leg die gauw uit. Anyway. Maar daar kom, zo kom ik natuurlijk totaal niet bij mijn verhaal. Eerst met de leider, dan met de gouden kip. Moet ik nu in mijn eentje gaan doen? Anyway. Maar hij zegt van, die kleine verhalende games, die komen er bijna niet meer doorheen. En... Die pauze ook. Het was vet van. Het moest eventjes. En ik, ja? ik had het kind ik kon hem inhouden. Eieren, dat was het. Ik kon hem eieren. Inhouden. Zoals dat morgen is gewoon. De kip met de gouden eieren. Ja. Heeft dat te maken met je veganistische achtergrond? Dat ik niet meer word. Nee, ik vind het hilarisch. Die soort van letter verdraaide uitspraak. Die gouden kip die iedereen wil slachten. Phil Spencer, dat is de leider eigenlijk van de Xbox One. En hij laat nog wel eens een keer wat los. Ja, dat is toch een leider? Dat is een leider. Hij is de leider, man. De leider. Voorman. Niet het vrije volk, hè? Die zullen nog uitmaken die Xbox, verdamme man. Hij leidt de hele shit, joh. Ik bedoel, hij staat voor op de barricades. De vuurder. Hij is eigenlijk de electronic leader. Oké, okay, ja, dan maken we de CEO. Nee, is het ook niet, hè? Hij is de directeur. Hij is de directeur van de Xbox Gaming Divisie. Voor mij is het gewoon de leider, weet je wel. Het is ben jij ook de leider van GameKings? Het voelt heel eng, man. Het voelt heel eng. In ieder geval, bedankt voor alle reacties. Het item is bijzonder goed bekeken, ook vorige week. Kun je weer in je microfoon praten, alsjeblieft? Ja, ik praat toch in mijn microfoon? Ja, soms wel. Soms dan zit je ook gewoon zo... Ja, maar dat komt omdat ik natuurlijk ook met mijn ding... Ja, maar ik ga het proberen. Gelijk heel crisp en nice. Oké, okay. En nu gaat hij weer goed. Nee, gaat weer niet. Absoluut niet. Kanker. No! Oh! We hebben bij elkaar vanaf 6 uur tot 12 uur. Dat is bij elkaar 4 uurtjes. 6 uurtjes? 6 uur tot 12 uur? Van 6 tot 12, 4 uur. 6 uur, sorry. Ja, ik zit niet goed te rekenen. Je bent een soort Biden. Ik ben met te veel dingen. Jee, Biden, ik ben te veel dingen bezig op dit moment. Maar ik vind het dan wel goed. Morgan Freeman, gewoon grote kop. Ik vind Gordon hun logo Freeman, van Half-Life. Gordon, sorry. Ja, Morgan Freeman is een andere. Is een zwarte man die altijd God speelt. Ik haal hem eventjes weg en dan zie je dit hele lelijke fucking MTV logo. Ja, maar nee, precies. Ik doe alles nu bij Assassin's Creed Fast Travel. Omdat ik op een gegeven moment helemaal gek word van elke keer mijn paard weer... paard roepen en dan weer fucken. Ja, ik dus niet thuis het... En dat is het stomme. Dat snap ik. Maar... Weet je, zo'n gamer ben ik. Ik heb zoiets van, fuck yeah, we kunnen eindelijk weer 10 minuten op een paard rijden. Grappig, ik kreeg hier een appje van Daan tijdens vlak voor kerst, want jullie hebben die quiz gedaan. En die zei, ja, ik heb een quiz gemaakt en daar zitten allemaal versprekingen van jou in. Maar vind je dat problematisch dat we dat doen, weet je? Want het is natuurlijk een beetje lachen en dit en dit. Nou, ik zeg, nou, fuck it, nee. Ik wilde namelijk wel uitleggen hoe dat nou bij mij zit. Het probleem bij mij is gewoon mijn hersenen gaan sneller dan dat ik praat. En ik denk dat mensen dat niet snappen. Vaak bij GameKings Journaal of zo. Ik ben dan ook al bezig met van de tijd in de gaten houden. Van wat is het volgende item? Hoe moet ik het gesprek hierna voortzetten? En dan door blijven praten is best lastig. Bijvoorbeeld een skate, die maakt zelden of nooit een verhaspeling. Maar die...
Hoeft ook alleen maar te presenteren. Skate stelt ook bijvoorbeeld weer uit. Skate die gebruikt, die zegt heel vaak twee keer hetzelfde achter elkaar, maar net op een andere manier. Ja? En daarin zie je een woord. Ja, als je iemand lang genoeg edit, herken je hoe mensen werken. En Skate is natuurlijk ook wel van oudsher gewoon, houdt hij van de Nederlandse taal. En precies. Maar hij praat rustig. Ja. Maar dat is inderdaad een ding. Kijk, hij is bezig met de presentatie en ventileren wat hij vindt. En niet inderdaad met de tijd en met de dingen die langs moeten komen. We hebben ooit in het begin, hebben we Jurjen, wie weet, ken je die nog wel? Die Nintendo Jurjen. Die heeft 2 of 3 afleveringen heeft hij meegedaan. Toen zei hij van, dit is niks voor mij, televisie of deze manier van presenteren. Want ik wil exact kunnen formuleren wat ik denk. Ja, ja. Echt tot op het woord af moet het goed zijn. Ja, en snap ik wel. Dat is gewoon namelijk niet wat kan bij GameKings, want je moet improviseren. Ja, jij zei dat net over je brein en wat haalde je erbij aan? Ik ben nu aan het praten, maar ik denk nu al van, nu 57 minuten, ik mag nu 3 minuten aan het lullen en ik moet dit dingetje Ik heb dat dus met mijn woordenschat, dat ik vaak sneller denk, of dat ik überhaupt dingen denk, dat ik denk, hier heb ik helemaal geen woord voor. Misschien een Engels woord? Engels woordje? Dat vind ik helemaal verschrikkelijk om te gebruiken Dat vind ik helemaal niet erg, als je iedereen maar snapt wat je bedoelt. Maar, toch? Ik zou het liefst wel weer gewoon dat mijn Nederlandse woordenschap net zo ver is als mijn intelligentie. Nou ja, maar dat door het vaker te doen, komt dat wel. Of wat. Ik heb ook wel eens dat inderdaad mijn train of thought al veel verder is. Ik denk van, ik ben pas hier met praten, maar ik zit al hier en ik heb onderweg 3 splitsingen genomen. Dus hoe kom ik daar ook alweer en hoe kom ik ook weer terug? Dat heb ik inderdaad ook dat wel. Dat was vroeger natuurlijk, hadden we dat minder, omdat we edit het allemaal uit. Ja. Dus nu valt het in één keer om en schaam ik me en voor ook echt wel, totaal niet. Als je oude afleveringen terugkijkt, dat is ook wel, sommige reviews denk je ook van, ja, maar wat is er nou eigenlijk gezegd de afgelopen 10 minuten? Ja, joh. Maakt niet uit, omdat je ziet dat mensen plezier hebben met elkaar. Dat is het, ja. Ja, en dan zeggen ze van, je moet erop letten. Je moet erop oefenen. Dan denk ik van, maar dan word ik dus niet meer... Dat kan ik bij elke Game King, heeft wel iets. Dat je zegt van, maar kun je dan niet daarop gaan... Als je erop gaat letten... Nou, voor mij is het dan wel... Dan wordt het niet helemaal natuurlijk meer. Ik wil wel beter worden in presenteren. Dus, maar sommige mensen hebben dat ook niet. Nee, dat is waar. Ik bedoel, ik probeer nu ook wel rustiger te praten. Bijvoorbeeld de interview krijg ik veel complimenten dat ik wat relaxter was. Van, maar dan ben je ook niet aan het presenteren. Nee, maar ik denk wel dat ik me wat minder moet laten opjagen. Even rustig nadenken. Een adempauze nemen en dan wat zeggen kan alhoewel best. Het item wel nu al 25 minuten langer duurt dan afgesproken. Dus misschien dat is waar. Dus... Je hebt dit goede voornemen wel heel erg ten harte genomen. Ik heb het voornemen helemaal niet ter harte genomen. Maar je ziet het weer, dan is het leuk. En dan is het heel moeilijk om... Dat, het is zo zonde om al deze insights en achtergrondinformatie over Game Kings soort van niet te doen. Behalve dat het nu 7 uur wordt. Of dat het 2 items hadden kunnen zijn. Ja, zeker weten. Dat had het ook inderdaad. Maar ja, jij wilde nooit dan moet er een cliffhangertje in zijn. Ja, een cliffhangertje kan ook een presentatie zijn. Dus we kunnen ook nu nog in hindsight... We kunnen dat gewoon in hindsight niet doen. Wil je de rest zien? Dan zit je premium. Worden. Maar het is een knip-item. Dus we kunnen nu alsnog gewoon een soort van een afkondiging doen en een aankondiging voor deel 2 en een afkondiging voor deel 2. Daar ben je als nu we dit aan dus het kijken. Niet doen, dan is dit weer een heel erg raar stukje in het item. Klopt, dus we gaan het nu doen. Nee, of we gaan het nu doen. Gaan we er 1 of 2 items van maken? Jezus, moeilijk. Gebeurt live. Ik wil een uur vind ik namelijk precies mooi. Oké. Okay. Als het dan toch 2 delen moet gaan worden, want dat hebben we nu democratisch besloten, dan is dit gewoon het einde van deel 1. En dan gaan we gewoon in een tweede deel verder met deel 2.